Hoi iedereen en welkom bij deze nieuwe shoplog. Deze video is een shoplog van de prachtige Boosie Shop. Ja, ik heb weer eens geshopt bij een Boosie Shop en ik moet zeggen, voor mij valt het nog mee. Normaal zit ik boven de 100 euro en deze keer zit ik nog niet aan 60 euro geraakt. Dus ik dacht, waarom niet deze filmen? Mijn achterkant is nu heel bleek geworden. Ik heb hier weer wat van alles zitten verhuizen. Dus ik ben een beetje aan het zoeken hoe ik het hier allemaal ga decoreren en zo. Dus we zullen zien hoe we verder gaan. In ieder geval, ik heb mijn shoppinglist voor de prijs te kunnen zeggen. Ik heb vooral op de kortingen geprofiteerd. Ik glim helemaal. Het is nog altijd warm. Ik werk met studiolampen, dus dan is het nog 10 keer warmer. Dus laten we maar snel aan beginnen. Ik heb keischoon mijn krullen gekruld, speciaal voor deze video. Om toch wel wat meer presentabel te zijn. Dus laten we maar snel aan beginnen. Ik ga beginnen met de paletten. De eerste palet is de Forever Flawless We Are The Love palet. Deze is 9,56 euro. Dat is een van de nieuwe paletten. Dat is de nieuwe palet eigenlijk voor de Pride Month. Dus dit is het. Deze zijn de kleuren. De kleuren hebben ook Alex noemt eigenlijk liefde, maar dan in een andere taal. Dus bijvoorbeeld groen is l'amour, het Franse. Liebe ernaast voor het Duits. Liefde voor het Nederlands is deze prachtige blauwe kleur. En voor het Portugees of voor het Spaans is het deze gele kleur. Voor de rest weet ik bij God niet welke talen dat ook zijn. Ik denk dat amore het Italiaans is. Dus het is wel plezant. Ah ja, en ergens staat ook Love. Ah ja, hier. En Love is deze prachtige paarse shimmery kleur. Ik kan nog wel een palette bingo met dit filmen. Sowieso, dat komt er nog aan. Het is sowieso, ik wou wel deze collectie groter hebben. Ik mis gewoon één palet van de Forever Flawless collectie die spijtig genoeg niet meer te koop is. Maar ik heb het losgelaten voordat ik doe het met de paletten dat ik heb. Dus in ieder geval, dit was 9,56 euro. De volgende is ook een Revolution palet. Is deze Bright One. Ik ben super blij met dit palet. Dit is de Make a Revolution Viva Neon Palette Not a Dream. Dat is de achterkant. Dit is natuurlijk een dupe van de Huda Beauty Neon Palettes. En dit is de binnenkant. Dit is echt wel een redelijk neutraal voor mijn opzicht, omdat ik normaal heel kleurrijk ben. Vandaag ben ik ook heel neutraal gegaan met mijn ogen. Ik weet niet waarom, ik ben de laatste tijd heel in een neutrale bui. Dit is voor mij redelijk neutraal. Dit is niet echt de neon dat je denkt van dat neon gaat worden. Maar ik kan ze wel, de drie middelste kleuren. En ik wil eens swatchen. Dus ze swatchen Sava nog, ze zien er leuk uit. Ik kan er nog wel eens mee spelen, sowieso. Ik heb die ook gekocht omdat ik een video van plan ben om zowat de battle of the dupes te doen. Ik weet dat W7 die een hoek heeft, maar die heeft andere kleuren dan deze. Maar ik heb gezien dat die van de Primark zo goed als dezelfde kleuren heeft. Allee, ik denk dat ze in principe wel een beetje dezelfde basis hebben, maar ik kon ze niet vergelijken. Maar ik wil sowieso die met de Primark samen doen om de battle of the dupes te doen. Dus ja, ik heb een beetje een planning gemaakt voor mijn verlof om wel wat video's te kunnen filmen. En dan deze was 6,36 euro. Een product dat al een tijdje bestaat is deze Wet n Wild Hello Halo Blush Lighter in After Sex Glow. Die wou ik al heel lang. Als we eens kunnen zien, is een prachtige duo. Ik heb die gisteren gebruikt, ik ben er super verslaafd aan. Ik gebruik ze als highlighter, je kunt ze als blush topper gebruiken, ook als blush zelf. Ik zou het meer als blush topper gebruiken en highlighter persoonlijk. Maar ik vind die echt super prachtig en ik wil die zeker verder gebruiken. Dan deze was 6,49 euro en er is nog zo een, iets met bling dat hem noemt. Die wil ik ook nog hebben. En dit was 6,49 euro. Het volgende product is eigenlijk gewoon iets handig. Ik heb terug wat handshell gekocht. Ik ga binnenkort ook op reis en ik wil extra handshell voor zekerheid mee hebben. Want we gaan met de auto. En ik wil gewoon handshell in mijn auto hebben. Mochten we gaan tanken. Sowieso moeten we gaan tanken. En nu even een lege doos. Dit is mijn
Boozy Shop Eyelash Curler. Hij is al in gebruik, dus... Het is gewoon een simpele eyelash curler. Ik wou eerst die van W7, maar deze was goedkoper. En het is eigenlijk gewoon simpel zilver. Ik vond het wel perfect. Hij werkt goed, hij doet mijn taak. Dat is voor mij het belangrijkste. En dit was €3,94. De volgende is ook iets eigenlijk voor mijn reis. Ik ga naar het vakantieappartementje van mijn ouders. Maar die hebben geen metalen rietjes. Dus ik heb metalen rietjes van de Boozy Shop gekocht. Ik wou ze eerst zien omdat ik ze ook in de Aldi, want ik heb er een paar van de Aldi die goed werken. Maar niet meer gevonden en ik kon mijn collectie van hier niet verkleinen om in Portugal. Dus ik dacht, ik koop deze wel in het roze goud. Deze zijn mijn kleurtjes natuurlijk. Ik heb nu eigenlijk geen ritje hier. Oei, ik drink normaal altijd minder ritje thuis. Dus in ieder geval, ik ben heel blij dat ik die gekocht heb. En ik koop er sowieso nog wel wat meer van de Boozy Shop, want ik vind ze goed. Dus in ieder geval... Deze gaat mee naar Portugal, dus die blijft gewoon lekker verpakt. En deze waren €6,95. En ik vind die prijs echt meevallen. Ik denk van, voor deze prijs mogen ze zeker niet klagen. Dan heb ik van die single Boozy Shop Individual Flare Medium wimpers gekocht. Deze is de medium formaat. Ik wou voor de long. De long was er niet, nu is de long wel terug. Ik heb hem gekocht omdat ik hem heel graag wou. En... Bij mijn trouw hebben ze, dus ja, ik ben getrouwd, inderdaad, ik ben al een paar dagjes getrouwd. Heeft de make-up artiest deze wimpers gebruikt? Allee, van een ander merk dan wel, maar dan wel in de video's. Nee, zo van die singles. Dus ik wilde heel graag die singles gebruiken. Deze was €3,94 en ik wilde gewoon testen voor mezelf hoe dat het is om te gebruiken voor van die singles. Dan het product... Dan het product dat ik het meeste korting heb opgekregen, is deze Revolution Onyx Primer. Dit is die zwarte primer, die was normaal €6 en zoveel en nu heb ik die voor €1,95. Dat is deze zwarte primer. Het is een primer with a black gel-like texture that blends clear of blurred and mattifying base. Dus ik neem dat dat wel perfect is voor mij en ik neem die sowieso mee op reis om die wat uit te testen. Hoe dat mijn huidje erop test. Mijn huid is echt aan het zweten. Nog iets van Revolution is deze headband. Deze heb ik gekocht vooral voor mijn make-up te doen en zo. Ik heb die nog niet gebruikt. Hij zit nog schoon hierin. Hij voelt lekker warm aan. En dan gewoon over mijn haar. En dan kan ik mijn make-up doen. Of mijn make-up eraf halen. Gezichtmaskers, het maakt niet uit. In ieder geval, ik wou hem testen van Revolution. Als die goed is, koop ik er een paar. Dan kan ik er een in de was steken als ik de volgende gebruik. Want ik heb liever zo'n headband dan dat ik eigenlijk zo die bunny ears gebruik dat ik heb. Dus in ieder geval, deze zit ik wat vaker vertonen. En deze was... €4,77. Ik heb weer eens een bronzer gekocht. Ik heb deze Revolution Bronzer Reloaded in Holiday Romance gekocht. Ik heb die momenteel ook deels op samen met mijn Yves Rocher Duo Powder Bronzer gebruikt. Ik vind die super mooi. Hij is een beetje gelijk mijn Kiko bronzer. Dus ik vind het wel leuk. Deze is ook domed. Dus ik vind het super zalig. En ik denk dat dat ook wel mijn bronzer wordt voor dit jaar. En die was €3,16. Ah ja, de headband was trouwens €4,77. Ik weet niet of ik dat verteld. En dit was €3,16. En dan natuurlijk heb ik iets gratis gekregen dat weer verloren gaat in mijn doos. Ik heb weer voor een Ofra Long Lasting Liquid Lipstick, maar deze keer in Sanibel gepakt. Ik heb al de... Bal Harbour. Ik kan ze allebei eens even swatches op mijn arm. Voor te kunnen vergelijken. Dus in deze had ik al de eerste keer gratis. Ik vind het wel waard om het zo gratis te krijgen. Niet om ze te betalen. Ik vind ze echt heel klein. En dan Sanibel. Die heb ik voor deze keer. Nou ja, ze zijn inderdaad wel wat anders. Dus. De onderste is de Bal Harbour. De boven is Sanibel. Sanibel is een iets lichtere... iets meer rozigere kleur en deze is meer een bruinige kleur. Ik vind ze alle twee prachtig. Dus ik vond het wel leuk om ze zo te sparen en ze zijn er wel heel schattig bij in. Oké. Dus dit was eigenlijk mijn volledige shoplog. Ik heb alle producten gezegd, alle producten laten zien. Ik hoop dat jullie deze shoplog leuk vonden en tot de volgende video.
Salukes!